De spelers van NEC waren maandag op bezoek bij het Amalia Kinderziekenhuis. Zij gaan jaarlijks met de selectie een glimlach op de gezichten van de vaak ernstig zieke kinderen toveren. Dat doen ze door middel van een kidspersconferentie. Bij deze persconferentie is, net zoals bij de andere spelers, een belangrijke rol weggelegd voor aanvoerder Rens van Eijden. Ja, het raakt je wel natuurlijk. Alleen ik denk dat het belangrijk is dat je hier een dienende functie hebt. Het doet altijd de mens goed om de kinderen hier aan het lachen te krijgen. En je weet dat ze zware tijd hebben. Dat je dan voor die kinderen kan zijn, dat ze een leuke dag hebben, dat is prettig. Na de persconferentie mochten een aantal spelers ook naar patiënten toe die hier niet bij aanwezig konden zijn. Zo ook centrale verdediger Matthias Bossaerts. Ja, het is altijd wel even moeilijk om die jongens in zo'n toestand te zien. Ik kan er wel even bij stilstaan, maar ik heb ook een functie, dus ik moet me er wel even overheen zetten. Maar ik kan me bijvoorbeeld ook niet inbeelden als bijvoorbeeld mijn broertje hier zou liggen of iemand van de familie. Dus dat is wel even moeilijk. Ja, ja, ik ben net op bezoek geweest bij de kinderen op de kamer. Het is wel leuk om die kinderen gelukkig te maken, zeg maar. Als je binnenkomt en ze beginnen te lachen, is altijd wel leuk. We hebben ze dan een paar speeltjes gegeven van NEC ook. Een paar poppetjes, een vlaggetje van NEC. Dus daar maak je die kinderen wel gelukkig mee. Ja.